Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik open de weekvlog met mijn nieuwe camera. Want ik heb namelijk gisteren een nieuwe camera gekocht. Ik heb wel een beetje haast eigenlijk. Mij wel heel leuk, heel rustig de vlog openen. Maar wij gaan namelijk vandaag met de klas naar de beautybeurs in Utrecht. En zoals jullie weten is Char gestopt met de opleiding. Maar dit werd allemaal geregeld toen zij nog wel op de opleiding zat. Dus ze mocht gewoon nog mee vandaag. Dus dat is heel erg leuk. Als het goed is, is het er over 10 minuutjes. En dan gaan we samen met de auto naar Utrecht. Ik ben echt zo'n spook. En op deze camera zie je dat ze nog zoveel meer. Het is echt bizar. Maar ik heb dus afgelopen donderdag heb ik IPO gedaan. En dan mag je dus een week niet onder de zonnebank. Dus, of in de zon überhaupt. Dus ik ga denk ik woensdagavondjes even onder de zonnebank. Want het is echt nodig. Kijk hoe wit ik ben. Ik ben bij mij nog gewoon even wit als mijn trui. Ik denk oprecht dat ik nog nooit zo wit als dit ben geweest. Dus er moet wat aan veranderd worden. Want over 3 weken is Koningsdag. Ik wil wel even flieken op Koningsdag. Dus dan ga ik woensdag denk ik naar de zonnebank. En dan die zondag erop. Dan ben ik even 2 keer geweest. Dan moet het wel weer bijgekleurd zijn als het goed is. Ik heb vandaag aan dit jasje van Vlot. Alleen deze kleur is niet te koop. Maar wel een groene kleur. Trui van Come Get Fashion. Mijn zadig en patertas. Deze, oh. Deze broek van de Pieces, die heb ik trouwens gisteren gekocht. Maar ja, ik kon gisteren niet vloggen. Oké, en mijn Isabel Marantz. Dus ik ga even wachten tot Charter is. En dan gaan wij lekker naar de beautybeurs. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Want een beautybeurs is zeg maar een soort van beurs voor mensen die echt een schoonheidssalon hebben. Dus die kunnen daar dingen heel goedkoop kopen. En wij dus ook. Dus ik ga kijken of ze daar een harspot hebben. Ik kom echt aan mijn woord vandaag. Of ze daar een harspot hebben. Zodat ik lekker mijn eigen armen en snor, gezicht, wenkbrauwen en alles kan harsen. Ik irriteer me echt dood aan mijn huidskleur dat ik zo wit ben. Maar ja, ik ga wachten tot Charter is. En dan gaan we lekker met de auto naar Utrecht. Nou jongens, we zijn in Utrecht. Nu nog de plek zoeken waar we heen moeten. Ik pak bij de brandladder. Dus als er brand is, kunnen we. Ja. Welke kant moet waar is het uitgaan? Zullen we het brandladder? Nee joh, mag dat? Heb ik nou mijn telefoon? Ja. Mag gewoon met de brandladder. Zit er geen hekje beneden? Oh, ik heb spierpijn in mijn benen. Ik denk dat het heel druk gaat zijn. Ik denk het ook. Want op maandag zijn heel veel salons dicht, dus dan gaat iedereen denk ik op maandag. Ik zit nu in de auto even te wachten op Char, want die is even gaan betalen voor de parkeerdinges. Het was dus een beautybeurs met school, maar het is nu 10:50. We zijn er echt maar een uurtje geweest. Maar ik heb wel wat dingetjes gekocht, dus ik dacht dat is wel leuk om te laten zien. We hebben namelijk op school leren harsen en zo. En ja, ik wilde dat thuis ook gewoon kunnen doen. Dus ik heb even 100 van die dikke harsspatels gekocht. Ook, hoeveel zitten er hierin? Ook 100 dunne. Volgens mij stelt hij niet voor. Ik moet nog een beetje spelen met de camera, sorry. Dan heb ik hars gekocht. Deze koraalkleurige. Dat zijn van die balletjes. Dan moet je dan in een pot doen. Dan gaat het ook smelten. En dan kan je gewoon jezelf lekker helemaal harsen. En daarbij was natuurlijk ook een harspot nodig. Die heb ik ook aangeschaft. Deze. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Deze harspot. De harspot was 19 euro. De hars was 11 euro. En deze stokjes waren volgens mij 2 euro per stuk. Of per paar. En ik zal thuis wel even beter uitleggen en het laten zien. Want ik zit nu in de auto en het is bloedfysiek het heet. En Char en ik hebben echt fucking veel honger. En Char heeft trouwens hetzelfde gekocht. Oh, en we hebben ook wat dingetjes voor Vlot gekocht. Zal ik ook even laten zien. Oh, ik sta trouwens in het parkeergarage. Vandaar dat het hier zo mega donker is. Voor Vlot hebben we deze kaartjes gekocht om bij de bestellingen erbij te doen. En deze stickers. Om de bestellingen mee dicht te plakken en zo. Dat hebben we voor Vlot. En deze beautybeurs, daar kan je zeg maar naartoe. Daar kan je zelf naartoe. Volgens mij kost een kaartje 37 euro of zo. Maar omdat wij dus met school gingen, hoefden wij maar 57 te betalen.
En hier kan je gewoon dingen voor veel goedkoper krijgen. En dat is gewoon heel erg chill. En ik hoop dat we naar de Mac gaan, want ik wil echt even iets eten. Ik heb echt zoveel honger. We hebben het Albert Heijn gevonden. En we gaan nu eten halen. We hebben eten gehaald, jongens. Oké. Charis Fanta. Beertjes. Biggetjes. Biggetjes. Biggetjes hebben we. We hebben filet en patourijn. Stokbrood. En paaseitje. Thuis en het was best wel gezellig. Ook bij die YouTubers, alleen het was zo druk. Ik kan er echt heel slecht tegen. Maar we hebben weer wat nieuwe dingetjes voor de vlogcollectie. Dus ik dacht, ik ga je dat eventjes laten zien ook. Als eerste het jasje die ik in het pantherprint heb, hebben we ook in het anthraciet kleur nu. Ja, zo zie je hem goed. Dan die ribbelstofjes. Die. Dan hebben we hem ook in het beige. Deze. Het is een beetje een stippenpatroon. Dus die hebben we ook. En dan als laatste een beige pantherprint. Dus die zijn nu allemaal nieuw in de collectie. Ik ga eventjes die harspot uitpakken. Even die laten zien. Kijk, dit is die harspot. En dan hebben we dus van die harsdingetjes gekocht wat ik had laten zien. Dit. Dat moet je er dan in doen. En dan gaat het smelt en dan kan je dus harsen. Ik zal het zo meteen wel eventjes laten zien. Want ik ga denk ik vanavond even mijn bovenlip harsen. Dus dan zal ik het laten zien. Maar ik ga dit nu eerst even allemaal opruimen. Even wat eten, even wat drinken. En even die pakketjes op de post doen. Ik heb nu een beetje van die wax erin gedaan. Kijk, het zijn echt gewoon van die soort waterdruppeltjes lijken het. En ik ga hem nu even in het stopcontact doen. En dan mijn bovenlip harsje. Ik vind het best wel een beetje spannend of zo. Omdat ik heb het wel eens vaker gedaan. Maar ik weet natuurlijk niet hoe warm deze wordt en alles. Maar ik ga het voor jullie filmen. Oké, jongens. Kijk, de hars is nu warm. Je kan hem echt helemaal een soort pasta is het. Maar hij is nu nog even iets te heet, dus ik heb hem even ietsjes lager gezet. Maar die is dus klaar. Dan heb ik hier, ik heb het even helemaal opgeruimd. Dan kan ik mijn harspot daar zetten. Hier in dit bakje, die heb ik van Mieuw's moeder gekregen, heb ik nu alle harsstokjes ingedaan. En hierboven in deze la ligt nu extra spateltjes en allemaal leuke toeltjes en zo. Helemaal leuk. Ik ga als eerst mijn bovenlip doen. Ga ik eventjes deze alcohol gebruiken om mijn bovenlip te reinigen. En dan ga ik er een beetje talkpoeder op doen. Omdat ik natuurlijk niet mijn bovenlip wil ontvellen. Dus dat ga ik eerst eventjes doen. Oké, ik ga het dus eerst eventjes schoonmaken met alcohol zodat er geen bacteriën zitten. Dat is een beetje doorheen. Ik heb de harspot en een spiegeltje er even bij gekocht. Ik irriteer me gewoon zo aan mijn hoofd. Mijn hoofd ziet er zo niet uit. Ik doe even mijn haar wat meer opzij, zodat het niet straks daar komt of zo. Deze poeder kan je gewoon overal kopen volgens mij. Ik heb al deze spullen trouwens van school. Dus ik weet niet precies waar je alles kan kopen, maar je zal het wel eens online kunnen vinden. Dit doe ik zeg maar omdat ik dan mijn vel niet meetrek. Anders heb ik straks opeens allemaal wondjes rondom mijn mond. Dit doe ik gewoon op de plek waar ik het allemaal ga doen. Ziet er echt heel charmant uit dit. Maar ja, boeit me niet. Hier heb ik nu dus de hars. Maar hij is echt nog best wel vloeibaar. Oké, jongens. De eerste heb ik eventjes van beeld afgedaan. Even om te oefenen. Hij was echt nog best wel heet. Dus eigenlijk wil ik heel eventjes wachten totdat hij wat meer is afgekoeld. Het is ook heel vloeibaar. Maar... maar het is wel echt. Dus dat is wat we wilden. En het is moeilijk omdat ik mijn spiegel ook moet vasthouden. Misschien kan ik hem neerzetten. Want ja, dat is beter. Oké, ik ga heel eventjes wachten totdat de hart iets minder warm is. En dan gaan we verder. Oké, de hart is een klein beetje afgekoeld. Dus ik ga het nog een keertje proberen. Ik hoop niet dat het om het trui gaat komen. Want dat zou ik echt heel zonde vinden. Draaien. Wat is het allerbelangrijkste? Dit ziet er heel gek uit. Maar het allerbelangrijkste is dat je met haar goed mee door ze aanbrengt en er tegenin trekt. Nu moet ik het eventjes laten drogen. Kijk hoe grappig dit eruit ziet. Oh.
Ben je nou droog? Kijk, ik heb hem dus zo naar beneden aangebracht. Ik weet niet eens of je dat wel goed kon zien. Maar ik heb hem naar beneden aangebracht. En nu ga ik een lukje maken. Goed spannen hieronder. En dan zo omhoog trekken. Oh, je ziet allemaal kleine haartjes. Waarschijnlijk zien jullie dit niet, maar oké. En dit kan je dan gewoon weggooien. En dit is geharst. Dus dat is echt vet chill dat ik dat nu gewoon zelf kan. Ik ga ook even de rest van mijn gezicht afmaken. En daarna ga ik filmpjes kijken. Roos heeft er video's net online gekomen, dus ik ga kijken. En ja, maar ik vond het gewoon even leuk om te laten zien. Wacht, ik ga even jullie een stukje filmen. Kijk even hoe heerlijk dit eruit ziet. En wat ik dus net bedoelde met blijven draaien, is zeg maar zo draaien. Zodat het strookje loslaat, maar dat er nog wel op je spaten blijft zitten. Kijk, dat bedoel ik dus met draaien. Kijk nou, dit ziet er toch heerlijk uit. Oh. Jongens, kijk nou even hoe leuk dit jasje is. Deze is dus van de nieuwe Vlot collectie. En die hebben dus in nog veel meer printjes zoals je net kunt zien. Maar kijk even hoe leuk dit staat. Het is dinsdag vandaag en ik moet zo meteen naar school toe. Dus kort over 8 ik ben reet moe. Maar oké. Ik moet alleen nog even mijn tanden poetsen. Maar mijn vader is nu aan het douchen. En even mijn haar doen. Ik ga er gewoon een klont in maken. Ik heb dit shirt aan vandaag van Gigi Louise. Een broek van de Pieces. En ik doe daar mijn rode Isabel Marant bij. Auw. Mijn rode Isabel Marant bij aan. En een van de vlotjasjes. Ik weet alleen nog niet welke. Ik denk de beige. Wat anders wel een hele donkere outfit wordt. Ik zit vandaag tot 2 uur op school. En dan uit school wil ik eventjes allemaal dingen maken voor school weer. Want dat moet deze week allemaal af zijn. En dan vanavond gaan we even naar mijn oma. Want die is vandaag jarig. En dan daarna ga ik sporten met Zoe. Dus dat is een drukke maar gezellige dag. Kijk even hoe leuk dit staat. Een harsplekje. Ik ben hier zo blij mee met die hars. Dus dat mijn bovenlip maar 1 keer in 2 weken kan harsen. Anders had ik het vandaag weer gedaan. Zo leuk vind ik het. Ik heb toch maar even deze jas aangetrokken van de Zara. En mijn rode schoentjes. Want het is eigenlijk nog best wel koud buiten. Het is namelijk pas 8:30. En mijn schooltas. Heel veel mensen vragen altijd waar die van is. Maar die is van het merkje Zebra. So as you can see. Dus ik ga nu lekker naar school toe. Tot 2 uur. En daarna schoolopdrachten maken. Ik ben weer thuis van school. En ik ben nu eventjes de vlog van Stijn aan het kijken. Het is nu 2:30. En om 3 uur ga ik eventjes dit pakketje afleveren voor United Wardrobe. En even een pakketje ophalen. Want die was daar gisteren. Probeerde ze aan te bellen. Hier maar was niemand thuis. Dus ze hadden hem bij PostNL gebracht. Maar dan kon ik hem vandaag pas na 3 uur ophalen. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan daarna ga ik aan school zitten, eten, naar mijn oma, sporten. Mijn haar zit echt heel plat op mijn hoofd. En ik ben een beetje aan het uitvogelen hoe deze camera werkt qua belichting en zo. Want ik vind het nu best wel donker. Althans, het lijkt best wel donker. En soms vind ik hem ook een beetje rood oog of zo. Dus dat ga ik ook heel eventjes uitzoeken hoe ik dat een beetje kan veranderen. Ik heb me even omgekleed en mijn sportoutfit aangetrokken. Althans, deze trui is niet mijn sportoutfit, maar mijn shirt eronder wel. Het trui van Comcat Fashion, jas van de Zara, sportlegging en mijn Nike's. Ik ga nu naar mijn oma, want die is dus jarig vandaag. Daarna ga ik door met Zoe sporten. En wat ik net te horen kreeg, of daar heb ik net voor werden gevraagd. Superleuk. 16 juni is er in Den Haag. Ik zal hieronder even het adres en zo zetten. Een soort meidenbeurs. Superleuk. En Sharon en ik zijn ervoor gevraagd om met een kraampje met Vlot er te staan. Dus dat is wat we 16 juni gaan doen. Dus dat. Verder weet ik ook nog niet heel veel informatie. Ik weet in ieder geval dat wij er 16 juni met een kraam met allemaal Vlot kleding staan. Het is vandaag woensdag en ik ga vandaag alleen naar school. Omdat ik gewoon nog best wel veel voor school af moet maken. En ik merk gewoon echt als ik in de lessen zit dan kan ik dat gewoon niet afmaken. En we hadden ook lessen waar we waarschijnlijk niks bij gaan doen. Dus ik dacht dan kan ik beter gewoon thuis blijven om het thuis lekker af te maken. Want thuis, als ik er eenmaal in zit, kan ik het wel allemaal lekker afmaken. Het is nu 10 uur. Eerst ga ik eventjes een video opnemen, want die wil ik heel graag aanstaande vrijdag online hebben. Dus die ga ik eventjes opnemen. Ik ben even aan het wachten op mijn steltang warm is. Moet ik even die 2 voorste plukjes hier even stel maken.
Dus dat ga ik doen. Ik denk dat ik daar ongeveer een half uurtje tot drie kwartier mee bezig ben met opnemen. Ik hoop een half uurtje. Dan kan ik daarna even mijn burgerschapopdrachten afmaken. Als ik die af heb, mag ik van mezelf mijn video bewerken. Als ik mijn video af heb met bewerken, moet ik verder met school, zeg maar. Als video bewerk zie ik als soort van beloning. Ook moet ik nog eventjes naar het postkantoor, want ik heb er al dingetjes op United Wardrobe verkocht. Dus die wil ik opsturen. En morgenavond, jongens, ga ik eindelijk onder de zonnebank. Echt. Yes. Ik ga eindelijk onder de zonnebank morgenavond. Ik kreeg in mijn laatste video de vraag, waarom mag je dan niet als je IPL doet? Maar ik doe bij mijn stage doe ik IPL. Dat is een soort van laseren, maar dan zonder die naaldjes. En dan mag je dus 2 weken voor de behandeling en 2 weken na de behandeling, of een week, volgens mij een week, mag je niet onder de zonnebank, omdat anders het apparaat in de war gaat raken tussen de pigment van je huidskleur en het pigment van de haren. Kan je dus pigmentvlekken krijgen, bla 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 bla. Dus ja, morgen mag ik weer naar de zonnebank. Jee, kijk hoe wit mijn armen zijn. Gewoon bijna even fit als mijn trui, is echt niet normaal. Oké, jongens, ik ben echt vet blij, want ik heb dus net horen gekregen dat ik voor mijn lichaamsexamen ben geslaagd met een 9. Maar het voetexamen ben ik geslaagd met een 10. Dus nu alleen nog gelaatsmassage of gelaatsexamen. Dat is 14 mei heb ik die. Als ik die ook heb gehaald, heb ik gewoon heel mijn praktijk al afgesloten. En heb ik voor praktijk mijn diploma al in mijn zak. Dus dat is echt heel erg chill. Ik heb even wat te eten gemaakt. Rijstwafel met een eitje. Een beetje chiazaad eroverheen en zout. En ik ga nu eventjes de vlog of de video van net al een klein beetje bewerken. Want daar heb ik even zin in. En dan ga ik daarna aan school zitten. Dus dat. En ik heb een nieuw intro. Als het goed is, heb ik jullie aan het begin van deze video en aan het begin van vorige video, deze video dus die ik nu ga bewerken, kunnen zien. Ik vind het best wel leuk. Ik vond het wel even tijd worden voor wat anders. Dus vandaar. Er is een pakketje binnengekomen. Ik had namelijk gisteren een paar oorbelletjes besteld. Ik snap niet waarom oorbellen in zo'n grote doos moeten. Maar oké. Want het is weer bijna zomer. En in de zomer vind ik het altijd heel erg leuk om ook gouden sieraden te dragen. Ik zag laatst in Roos door vlog dat ze ook weer gouden oorbelletjes had gekocht. En toen dacht ik, oh ja, ik vind het ook wel weer leuk. Ik heb heel veel zilveren sieraden. Bijvoorbeeld al mijn mooie armbandjes zijn zilver en zo. En mijn mooie ringen zijn allemaal zilver. Maar ik heb er eigenlijk een beetje een soort van scheid aan gekregen om alleen maar zilver of alleen maar goud te dragen. Bijvoorbeeld afgelopen zomer had ik ook gouden oorbellen, een goud kettingje en mijn armbanden waren zilver. Ik draag gewoon lekker alles door elkaar heen. Ik vind het anders zo zonde, want ik heb bijvoorbeeld dit super mooie armbandje van Tiffany & Co. van Miu gekregen. En ik ga die niet afdoen, omdat ik opeens gouden oorbellen wil dragen. Ik ga lekker alles door elkaar heen dragen. Maar ik had dus geen gouden oorbelletjes meer, of geen kleine leuke in ieder geval. En toen ging ik een beetje op de Bijenkorf-site kijken. En toen zag ik het merkje Anna Nina. En daar heeft Dagmar ook haar oorbelletjes van. Door haar kende ik dat merkje. En toen zat ik zo te kijken. Ik vond eigenlijk heel veel leuke sieraden. En toen ging ik gewoon op Google kijken. En toen kwam ik dus bij deze webshop uit. En daar was ze heel veel. En precies oorbelletjes die ik leuk vind. Het zijn wel een beetje prijzige oorbelletjes. Of het was prijzig. Deze die ik nu heb gekocht moest je per stuk kopen. En die waren 25 euro per stuk. Je kon ook setjes kopen. En die waren dan bijvoorbeeld 40 euro. Maar ik vond deze heel leuk. En deze was niet als setje te koop. Het liefst wil ik nog 2 andere soorten om ook in mijn andere gaatjes te doen. Want deze wil ik eigenlijk in mijn tweede gaatje. En dan een ander nog in mijn eerste gaatje. En dan nog een knopje in mijn derde gaatje. Maar ik had nu even geen geld om aan 150 euro oorbellen te kopen. Dus ik dacht, ik bestel eerst alleen even deze. Even kijken. Kijk dan, dan heb je zo'n bizar grote doos voor dit. Dit kan toch ook weer een brievenbus? Voor wat heb ik überhaupt al een verzendkosten moeten betalen? Kijk nou. Ik vind het zo... Ja, oké, sorry. Ik vind het heel bizar, zo'n grote doos. Maar deze waren dus, zoals ik al zei, 25 euro per stuk. En ze komen in asjes, zijn wel echt heel schattig. Normaal zit er ook een zakje omheen. Ik weet niet waarom er niet zo'n zakje omheen zit, maar oké. Dit zijn ze, je kan ze echt heel slecht zien, denk ik. Ik zal even wat inzoomen. Kijk, dit zijn de oorbelletjes. Je hebt dan een goud ringetje. Ik ga ze er even uithalen. Hoe krijg je dit open? Hallo? Het shirtje die ik trouwens vandaag aan heb is van Gislovis van de Sample Sale. Voor als ik er
vragen over kreeg. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het oorbelletje wel ietsjes groter had verwacht. Maar op zich. Kijk, nou, dat kaartje hoort er natuurlijk niet aan. Maar dit is het oorbelletje. Ik vind het echt vet schattig. Want eigenlijk wil ik deze al in mijn tweede gaatje doen. En dan, ik zal even een foto laten zien van het idee dat ik had gezien. En dan deze in mijn eerste gaatje. Even opzoeken. Kijk. Dit was de foto die ik had gezien. Waarbij ik dacht, oh, dat vind ik echt heel erg leuk. Kijk. Zie je? Dit is de middelste. Ik had hem wel ietsjes groter verwacht, maar ala. En dan wil ik eigenlijk in mijn eerste gaatje die. En in mijn laatste gaatje aan één kant zo'n dingetje. En aan de andere kant een knopje. Ik denk dat dat wel echt heel erg leuk is. En die heb ik dus nog een keertje ook voor de andere kant. Dus die. Ja, dat was ook wel heel laten zien. Meer heb ik er niet te zeggen. Ik ga even dit pakketje van Unite Wardrobe wegbrengen. Ik heb mijn jasje van Vlot aan. En kijk, ik heb die grote oorbelletjes ingedaan. Ik weet niet of je het goed kan zien eigenlijk. Ik zit wel leuk. Ja, nu zie je ze. Kijk hoe schattig. Maar ik ga wel eventjes bij de Hema of bij de Kruidvat kijken of ze daar gouden ringetjes hebben. Want het is een beetje gek. Nu dat ik er een zilver ringetje naast heb. Dus dat ga ik nu even doen. Hallo, stel scherp. Ja, dank u. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan ga ik ook gelijk even boodschappen doen, want Zoe die komt hier eten. En dan gaan we gezellig samen sporten. En ik ben heel erg overbelicht. Het is wel een beetje Zoe en ik ga eens een kopje nemen. Moet jij eerst of ga ik eerst? Jij gaat eerst. Okay. Sarah gaat scoopen. Ik wil dit, sorry. Dit is ook even snap hoor. Oh, het is heel hard. Oké. Okay. Moet je dit gewoon naar achter gooien en dan water drinken? Ja, maar dit is, je hebt grote brokken, man. Haal dat even eruit. Ja, we moeten het even plat stampen, denk ik. Hoe gaan we dat doen? Wat? Ja, we moeten even een lepeltje pakken. Oh ja, schud het maar. Het zit gewoon vast erin, hoor. Je moet ergens hard op. Mag dat? Ja. Weet je zeker? Ja, papa. Dat maakt heel veel geluid, hè? Dat ben ik. Nee, het was al zo. Oké, ik denk dat het nu al. Kijk, dit is beter. Ja, okay, ik heb een klein beetje pijn, want ze wel hard gaan. Dit is pijn. Er zit alleen maar minder in. Oh ja. Oh. Oké. Okay. Maar moet je water drinken? Ja, eerst erin gooien en dan water. Oké. Okay. 3, 2, 1. Ik pak een bakje voor je, want ik weet nu al dat ik dit uit ga spoelen. Is het vies? Oh, dan durf ik het niet. Is het zo erg? Ja, ga ik ook wel als ik zweet. Nee, maar dat ga ik niet doen. Dan of je het minder doen, want mij heel mijn bek zat vol. Maar is het is heel vies nu. Ja, chemische framboos of zo. Ja. Oké, ik neem al een klein beetje. En als ik dan, als het dan niet lukt, dan doe ik gewoon nog een klein beetje met water. Alba. Nou, ik weet niet hoe Joël dat doet dan, nee, hoor. Nee, ik gooi dan naar achter allemaal. Alsof het niks is. Ik doe dan een klein beetje, want ik hoef toch niet zo'n grote scoop. Dit was echt veel te veel. Moet gewoon slapen vanavond. Zou ik zo doen? Ja. Is dit te veel, denk je? Nee, ik zou eerder zeggen meer in plaats van minder. Nee, lekker minder. Normaal zeg ik minder. Normaal, eerst een stokje. Ik durf het niet. Ik moet die bak wel hebben, hoor. Ik hou het uit. Ja. En als ik krijg kokkels, moet je het eruit knippen. Want dat is echt heel vies. Oké, man. Ik moet de hele tijd lachen. Waarom vind ik dit zo spannend? Ja, ik vond het ook heel spannend. Het is heel vies. Ik ga het even andersom doen. Ik zit helemaal te trillen met die linker. Okay. Oh, dat was best snel. Doe nog een beetje. Nee. Dat was wel goed. Ja? Oké, dan had ik gewoon echt veel te veel. Ja. Oké, niet te veel. Ik kan dit. Nu gaan we gaan.
Het is donderdag vandaag en ik ben er weer klaar met stage. Ik heb deze hele dag stage gelopen van 9 tot 6. Daarna ben ik eventjes bij mijn moeder gaan eten en ben ik eventjes onder de zonnebank geweest. Morgen staat er als het goed is volgens mij niet echt iets op de planning. Ja, stage lopen van 9 tot 6. Maar daarna volgens mij niet. Ik heb geen idee of ik iets ga doen of wel of niet of wat dan ook. Het is vrijdagavond en ik ben eindelijk tijdens mijn stage. Het was best wel lang op dag. Best wel veel klantjes, maar daar dacht ik dat de dag ook op zich wel zo snel. Ik zit dus trouwens te twijfelen om misschien mijn haar te knippen. Geen pony, maar laagjes die dan heel kort beginnen. Dat ik het een beetje... Ik weet niet. Maar ik kwam thuis en er staan twee mega grote dozen. Dus die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Want ik heb echt een chic pakketje opgezet. En ik heb voor mezelf een grote pokeball gehaald. Dus die ga ik ook lekker opeten. Want ik heb echt verschrikkelijk honger. Even een bord pakken. Is het een te klein bord? Ik weet het niet. Ik ga jullie eventjes neerzetten. En het pakketje laten zien. Ik had het doos al opengemaakt. Want ik wist eventjes niet meer wat het nou was eigenlijk. Maar toen ik het openmaakte, wist ik het weer. Ik ga het eventjes aan jullie laten zien. Echt, dit is zo leuk. Ik heb namelijk hoop. Ik heb namelijk een krultang opgestuurd gekregen met drie verschillende opzetstukken. Zoals je misschien weet heb ik een steltang van Chi. En als ik dus mijn haar krullend wil, niet mijn eigen krullen, maar echt krullen. Dan maak ik krullen met de steltang en ik heb helemaal geen krultang. En deze samenwerking... Ze hebben er ook een föhn bij opgestuurd. Oh my god, ik had het helemaal niet gezien. Ze hebben dus ook een föhn erbij opgestuurd. Ik dacht dat het alleen een krultang was. Oh my god. I'm so excited. Het is van het merkje T3. Ik zal alles over dit merk eventjes in de beschrijving zetten. En op mijn Instagram zul je er meer over gaan zien. Oh my god, het is echt een bloedmooie föhn. Met rosé goud ook al zo. Oh, ik krijg hem er niet uit. Kijk. Dit is de föhn. En aan de achterkant heb je ook een knopje voor temperatuur. Ik kan hem aanzetten. Je hebt ook een waaierstand. Ik zal hem even laten zien. Kijk, hier heb je een knopje met temperatuur. Hier aan. Hier zo'n waaierding of zo. Oh, dat is echt een hele mooie föhn. En dan zitten er ook nog twee opzetstukken op van deze. Hiermee kan je dus bijvoorbeeld je haarstel föhnen. Oh my god. I like it a lot. Ik wist helemaal niet dat ik een soort föhn zou doen. Ik vind het zo leuk. En dan de krultang. Op mijn bord. Dan de krultang waar de samenwerking, of nou, de opsturing ding eigenlijk om ging. Hier ben ik ook echt zo benieuwd naar. Ik ga hem binnenkort ook voor jullie laten zien in de video. Maar, even kijken. Dit is denk ik de pop. Ik ga hem zo open. Grapje. Kijk, zo ziet het eruit. Het is ook wit met rosé goud. Zo mooi. Oh ja. Hier is, zeg maar de staaf. Waar dus drie opzetstukken voor zijn. Je hebt deze. En die kan je er gewoon zo in klikken. En dan kan je haar krullen. Hoe krijg je dit er dan weer uit? Je hem draaien of zo. Oh ja. Nu staat die open, nu zit die op slot. Nu is die open. Ik kan hem gewoon zo eruit halen. En dan zitten er nog twee doosjes bij met een andere opzetstuk. Ander opzetstuk. De kleinste. Dat is deze. Daar kan je echt... Oh, ik laat alles vallen. Deze, daar kan je echt van die mooie kleine krulletjes mee maken. En dan nog eentje. En dit is volgens mij de grootste. Ja, deze is de grootste. Kijk. Dan heb je gewoon drie verschillende maten krultangen. Met één krultang. Kijk naar hoe chill. Ik denk dat deze echt hele mooie krullen maakt. Ja, eigenlijk allemaal. Ik ben hier zo blij mee. Oh my god. Alle informatie, website, alles zal ik in de beschrijving zetten. En ik denk dat ik binnenkort zeker ga uitproberen. Misschien vanavond wel even, want ik ga vanavond toch niks doen. Dus misschien dat ik het vanavond wel eventjes laat zien. Maar ik ga sowieso met Koningsdag over 2 weken mijn haar hiermee krullen. Sowieso. Huh? Ik ben klaar met eten. Ik heb niet alles opgegeten van... Ach, jongens. Ach, ik zit zo vol. Ik ga eventjes lekker op bed liggen. Want ik ga vanavond niks meer doen.
Mijn vader is uit te eten met vrienden of met zijn werk volgens mij. Dus ik ben lekker alleen thuis van mijn broertjes bij mijn moeder. Ik heb eigenlijk zin om te harsen, maar ik weet niet wat ik kan harsen. Maar goed. Ik ga eventjes mijn batterij van mijn camera opladen. En dan daarna ga ik eventjes mijn haar krullen en zeg maar die dingen aan jullie laten zien. Want daar heb ik echt heel veel zin in. Om dat uit te proberen, maar mijn batterij is leeg. Dus die ga ik eerst even opladen. En dan ga ik zo meteen met jullie die krultangen testen. Oké, mijn camera is soort van opgeladen, maar ik wil zo graag mijn haar krullen. Dat ik gewoon even ga filmen. Het licht is een beetje geel-oranje, maar dat komt denk ik door mijn kamerlicht. Ik heb geen idee. Maar dit is dus die krultang met dat opzetstukje. Die feun ga ik niet proberen, omdat ja, mijn haar is al droog. Dus die feun doe ik misschien morgen even naar werk. Dat is misschien wel leuk. Eerst even kijken hoe dit allemaal werkt. Okay. Hij heeft best wel een lang snoer. Dus dat is echt heel erg chill voor als je spiegel en je stopcontact niet dicht bij elkaar zitten. Oh, als je hem ingedrukt houdt, krijg je deze lampjes. Ik heb geen idee. Zullen we beginnen met... gaan we beginnen met de kleine kop. Ik denk dat hij nu gaat opwarmen of zo. Ik heb echt werkelijk geen idee. Want kijk, ik vind het dus leuk. Of althans, dat zie ik op heel veel foto's. Dat bij hun haar een beetje zo... Ja, het ziet er nu gek uit omdat bij mij die plukken te lang zijn. Maar ik wil geen pony. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel gewoon een beetje zo... Die plukjes. Ja, het is heel moeilijk uit te leggen. Maar oké. Ik ga nu gewoon even kijken welke krullen, welke... Weet je dat, wat voor soort krullen... Oeh, hij is al best wel warm. Oké. Ik ga nu gewoon even kijken wat voor soort krullen welke krultang maakt. Ik heb nu de dunste. Dan heb ik dus nog één slagje groter. En dan nog een hele grote. Oh, heb ik hem uitgezet? Oh, kutje. Ik ben zo'n dom wicht. Ik heb hem uitgezet. Hij is nu weer aan. Kijk, hij heeft dus ook zo'n stang. Die kan je er niet afhalen volgens mij. Maar ik denk ook niet echt dat het nodig is. Mijn spiegel is hier, dus ik doe ook even in de spiegel. Oké, hoe ga ik dit doen? Ik heb al zo lang niet haar gekruld met een krultang. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kijk, je hebt nu echt zo'n schattig klein... krulletje. Je kan dan ook nog die bovenste nog een keertje extra krullen, zodat het wat meer aparte krullen worden in plaats van één grote krul. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kijk nou. Dit is wel schattig. Ik wil nu eigenlijk die andere kop erop. Een grotere, maar deze tang is nu fucking heet. Dit is zo niet slow. Kijk, je hebt hier, ik weet niet of je kan zien, je hebt hier 3 gaatjes. En die krultang heeft dat ook, dus die kan je er dan precies zo in klikken. Zet ik hem weer aan. Dan gaan die lampjes branden. Volgens mij als alle 5 de lampjes helemaal branden, dan is die helemaal opgewarmd. Nu gaat die zeg maar steeds zo knipperen. Oh ja, hier aan het uiteinde, dit stukje... Hier aan het uiteinde kan je hem trouwens gewoon vasthouden. Daar wordt hij niet heet. En hier bij dit rosé gouden wordt hij ook niet heet. Dus dat is echt vet, joh. Oh. Oh my god. Kijk hoe mooi deze krul is. Of nou weer slag. I like it a lot. Ik denk echt dat je hier echt zo mooi... Ach, ik ga even de onderkant krullen. Heel mooi. Ik denk dat het allerleukste is ook als je deze 3 met elkaar combineert. Net zoals nu heb ik allemaal soorten maatjes door elkaar heen gedaan. Waardoor er best wel natuurlijk uitziet, vind ik. Ja, ik vind het echt heel leuk. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. En ik ga eventjes lekker ontbijten. Ik heb 2 beschuitjes met jam
En magere yoghurt met ook een beetje jam doorheen. Omdat ik vind magere yoghurt best wel zuur. En als je er dan een beetje jam doorheen doet, dan heb je een soort frambozen yoghurt. En dat is best wel lekker. Het is nu 9:30. En ik heb dus net mijn scooter naar de maker gebracht. En die kan vanmiddag opgehaald worden. Want hij moet echt weer even een beurtje hebben. Ik ga eventjes lekker met mijn laptop in bed filmpjes kijken. En misschien alvast een beetje mijn vlog bewerken. En dan moet ik zo meteen van 12 tot 4 werken. En dan daarna ga ik sporten met Zoe. Het is nu 11:30 en ongeveer over een kwartiertje komt Zoe me halen. Want mijn scooter is dus bij de maker. En ze is wel lief om op te halen. Ik ben nog eventjes een beetje van het pokeball aan het eten. Wat ik gisteravond had gehaald. Want ik zat gisteravond zo vol. Ik haal het trouwens altijd in Den Haag in de stad. Bij de pokebar. Echt vet lekker. Maar deze keer had ze me er echt heel weinig rijst in gedaan. Dus ik heb nu nog heel veel zeewier. Maar ja. Ik ga even wachten tot Zoe er is. En dan werken tot 4. Dan sporten. Dan lekker een haarmasker in mijn haar doen. Want ik heb, weet dat, een nieuw haarmasker. Dus die wil ik even uitproberen. Die heb ik van stage, had ik die. Ik ga even mijn pokeball opeten. En dan werken. Oké, jongens, ik ben benieuwd wat ik klaar heb. Want Zoe, Storm, Joek en Milan en ik gaan met z'n vijf gezellig uit eten. Bij Millers in de stad. Dus ik ben nu even aan het klaarmaken. Maar we hebben pas om 9:30 gereserveerd. Omdat Storm pas om 6:00 thuis was. Het is nu 9:30. Ik ga naar Zoe toe. Gaan we even samen verder klaarmaken. Maar ik weet echt niet wat ik aan moet. Want ik wil zo graag dit shirtje aan van Gis Louise. Maar ik heb nu dus dit jasje erbij aan. Van de Bershka. Mijn zwarte flarebroek. Van de Vera Moda. Wil ik eigenlijk mijn bijpassende Isabel Marantz aan. En mijn Zadig en Voltaire tas. Maar ik weet het niet of ik dit jasje het vind of zo. Ik denk wel dat ik het gewoon aanhoud. Want ik heb verder niet echt een leuk jasje. Of nou, ik heb wel leuke jasjes. Like die van Vlot en zo. Maar ik vind die niet echt zo erg leuk zijn op dit shirt. Dus ik denk dat dit het gewoon wordt. En dan doe ik me iets bij mijn rand aan. Ik heb mijn haar gekruld. Met mijn nieuwe krultang. Maar ik moet nog even een beetje ermee spelen. En maar is echt heel erg zwaar. Omdat het heel erg vet is. Dus het zakt echt in een paar tellen uit. Dus waarschijnlijk als wij het eten zijn, zit het er niet eens meer in. Ik ga even snel verder klaarmaken. Ik ga een luchtje opdoen. Ik kreeg ook heel erg vaak de vraag of ik vaker wilde zien welke luchtjes ik opdeed. Dus dat zal ik even laten zien. Ik ga van de Zara de original Oriental opdoen. Jullie kunnen het niet echt lezen, maar oké. Ik ga denk ik nog even een heel klein beetje mijn haar bij krullen. Kijk hoe blond het ook lijkt nu op de camera. Maar ik ga denk ik nog even een klein beetje mijn haar bij krullen. Schoenen aandoen en er zoiets toe. En dan neem ik jullie mee, want ik heb nu een nieuwe camera die wel in mijn tas past. Dus jullie kunnen gewoon lekker mee. Weet ik ook niet. Dat is ik moet pakken. Nee. ik stond echt al 2 minuten zo. Oh, je stond echt al een paar kilo. En dan hoor je zo. Weet ook niet. Die zadel staat denk ik niet zo leuk. Nou, je coach. Die is ook met goud. Ja, ik weet niet. Draagt hij zo vaak? Ik ben nu bij Zoe. En dan gaan we op de scooter naar... Maar gaan we nou met de auto naar de stad? Weet Want ik niet. Hij heeft al gezegd dat we daarheen gaan? Ja, ik heb gezegd dat wij met de scooter naar Mew komen. Maar het lijkt me dan toch dat we met de auto met z'n allen daarheen gaan. Ja, ik denk het. Ik heb geen idee. Ja. Het is zondag vandaag en ik ben net thuis van Miel. Het is al 5:00. Ik heb echt letterlijk heel de dag in bed gelegen. Maar het was gisteravond echt super gezellig. We hebben echt onwijs lekker gegeten. We hadden sushi gegeten. Miel had ribei en Joek had soep volgens mij. Maar het was echt heel erg lekker. Ik heb even Miel's trui aangetrokken, want het was echt heel erg koud op de scooter. Ik ga eventjes mijn kamer opruimen. Want zoals je kunt zien is dat echt heel erg nodig. Dit is gewoon een schone was, dus dat kan weer in mijn kast. Maar de rest moet ik even opruimen. Voor de rest ga ik vandaag niks meer doen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik ga hem hierbij lekker afsluiten. Vond je nou een leuke video? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen.
En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Afgelopen vrijdag is er een Zavoe bikini unboxing online gekomen. Vergeet die ook zeker niet te kijken. En dan zie ik jullie in de volgende week vlog weer. Doei doei!